Dit zijn de leden van de Rwandese band Ikobe, die vanmiddag alvast wegwijs werden gemaakt op het enorme festivalterrein. De vijf muzikanten zingen en begeleiden zichzelf met gitaar en percussie. Performance hier, interview. Ikobe is een van de vertegenwoordigers van de wereldmuziek op het festival. Maar Mundial wil vooral veelzijdig zijn. Het wereldse karakter zijn altijd de bands die uit allerlei hoeken komen aangevlogen, op tour zijn. Je kunt het eigenlijk niet bedenken waar ze vandaan komen. Maar ook het eten, dat is van alle windstreken. We hebben ook heel erg veel organisaties die werkzaam zijn op allerlei plekken rond de wereld. Dus het is een combinatie van al die factoren die Mundial uniek maakt. Naast muziek zijn er op het festivalterrein allerlei culturele activiteiten. Het ROC Tilburg showt bijvoorbeeld kleding die van afvalmateriaal is gemaakt. Rokken, jurken, noem het allemaal maar op. Alles zit erbij. Van plastic bekertjes, tasjes, papier. En eigenlijk wil ze dus laten zien dat je met afval veel meer dingen kan doen dan alleen maar weggooien. Is het draagbaar? Ik geloof het wel. Of het ook gedragen wordt, ja. Alain Clark en Waylon trappen vanavond af op het hoofdpodium. En verder in het weekend zijn onder andere wereldsterren NERD en Sean Paul te horen. En de laatste is meteen de afsluiter, zondagavond om 10:00.